Dat was vandaag het thema van een symposium van de KU Leuven over de toekomst van de niet-openbare radio in Vlaanderen. De lokale radio's zitten al jaren in het slop. Het is bijna onmogelijk geworden voor een lokale zender om onafhankelijk en professioneel te werken. Het voorstel van Nieuw Decreet dat de CVP naar voren schuift, voorziet een samenwerkingsverband tussen lokale radio's, maar wel een inkrimping van het aantal lokale stations. Vraag is of er nog ruimte zal zijn voor niet-commerciële radio, zoals Radio Scorpio in Leuven. En sommige lokale radio's vrezen dat ze te afhankelijk zullen worden van de reclame-regiebedrijven. Op 103.8 is Radio Signaal met Erwin Collins. De lokale radio's worden al jaren stiefmoederlijk behandeld. Een nieuw decreet is in zicht en wil orde scheppen in het wereldje van de lokale radio's. Het zou de bedoeling zijn om één radio per gemeente over te houden die voor een stuk onafhankelijk blijft werken, maar voor het grootste deel van de zendtijd programma's aangeboden krijgt. Ja, in het voorstel staat dat de radio in de periode van 7 uur 's morgens tot 10 uur 's avonds, dat is 15 uur, daarvan moet hij 5 uur zelf programma maken. Van die programma's moet 10% aan informatie gewijd zijn. En voor de rest kan hij een beroep doen op de regionale samenwerking. Dus dat betekent dat er dus 10 uur programma kan gemaakt worden door bijvoorbeeld die nevenorganisatie. De commerciële lokale radio's dringen al jaren aan op een onderling samenwerkingsverband. Maar in het voorstel van de CVP dreigen de nevenorganisaties te veel macht te krijgen over de lokale radio's, zo vreest Heroelen. Ik snap dus wel dat radio's meer mogen kunnen samenwerken, maar zoals men het nu eigenlijk inschrijft, schrijft men te veel voordelen in de richting van de reeds bestaande mediagroepen. Zeg dus maar Roularta en consorten, Roularta, maar ook De Vlijt en Concentra. Dus de voornaamste regionale uitgevers die ook al actief zijn op de regionale televisiemarkt. En die nu blijkbaar brood hebben gezien in radio, terwijl ze eigenlijk al 15 jaar die radio compleet genegeerd hebben. De kans is groot dat door deze nieuwe samenwerkingsmogelijkheid een aantal grote commerciële radio's gecreëerd worden die de overlevingskansen voor de kleine zenders en de niet-commerciële stations moeilijk maken. Radio Scorpio in Leuven houdt zich nu al 17 jaar overeind zonder reclameinkomsten en wil dat ook zo houden. De niet-commerciële zenders willen dat het nieuwe radiodecreet commerciële en niet-commerciële radio apart behandelt. Elke grote Vlaamse stad heeft behoefte aan één radiostation dat cultuur, informatie en andere muziek brengt zonder commerciële jingles tussendoor, zo vindt Radio Scorpio. Als er bijvoorbeeld in een stad als Leuven 3 of 4 frequenties voorzien zijn voor lokale radio of niet-openbare radio, dat een van die frequenties best mag ingevuld worden door een radiostation dat het wat experimenteler aanpakt, aandacht voor cultuuruitingen, zoals die gebeuren in het stuk en dergelijke, programma's ook met moeilijker muziek. Wij vinden dus dat, dat er een alternatief moet zijn voor door de commercie bepaalde radiostations. Hoe het nieuwe lokale radiolandschap er in de toekomst zal uitzien, blijft vaag. Het decreet dat nog dit voorjaar voorzien was, is opnieuw verschoven naar het najaar. De overheid wil zich eerst bezinnen over de toekomst van de nationale televisiestations. Daarna wordt er misschien tijd gemaakt voor een nieuw radiodecreet.